We zijn momenteel bij de Classic Show in Venhuizen. En ik heb hier de twee organisatoren van dit grote festijn heb ik hier bij me. En daar wilde ik wat vragen aan stellen. Arnold, hoe is het allemaal zo gekomen dat je dat allemaal zo georganiseerd hebt? De hobby van de auto's, hè. Die heeft mij geïnspireerd door dit te organiseren. Plus het feit dat je vaak in Essen gezeten hebt en in Antwerpen te kijken. Ik denk dat moet toch hier in Noord-Holland ook kunnen. Ja. Ja, het is natuurlijk wel, het kent natuurlijk ook wel, maar er zitten natuurlijk enorme grote financiële risico's in. Het heeft natuurlijk, als het buiten is, heeft het natuurlijk ook te maken met het weer en zo. Ik bedoel, het is toch wel een beetje gevaarlijk onderneming, dacht ik. Of valt dat wel mee? Ja, dat blijft gevaarlijk met open lucht. Ja. We hebben het heel somber ingezien deze week, maar de dag maakt het toch wel goed, dacht ik. En het risico blijft altijd, dan kun je niks organiseren als er geen risico in wil calculeren. Ja, dat is inderdaad waar. Je doet het natuurlijk niet alleen, je doet het met Martin hier, Martin Laan. Die ook vroeger de grote promotor was van de wegwedstrijden hier, wegracen. En ik bedoel, Martin, hoe is het gekomen dat jij hier zo bij terechtgekomen bent? Nou, mijn zwager was een klassiekerfriek. En die heeft het allemaal gevraagd. Nou, en direct, hè. Want ik mag graag iets doen in mijn vrije uurtjes. En vooral s'avonds, zodoende. Ja. Ja. Nou, ik heb zelf in de tijd heb ik zelf een hele oude Austin Mini gehad. Arnold, dat weet je misschien nog wel. Die hebben we toen zelf ook helemaal opgeknapt. Ik weet dat er enorm veel geld in gaat zitten. Ze zijn ook wel wat waard, die dingen, maar als je hier allemaal rond ziet, het is fantastisch wat ze allemaal... Hoe komen jullie aan al die adressen en zo? Nou ja, wij hebben de eerste instantie alle autoclubs aangeschreven. En daar staat, zoals te zien hier, de Fiat 500 Club. Diverse clubs hebben gereageerd en die zijn dus nu aanwezig. En de rest van de mensen die via advertenties en het enthousiasme en het vragen en het rondkijken naar de auto's... Ja. En ik vind het fantastisch. Er zijn ook allemaal clubs die bij elkaar staan. Ik zie hier bijvoorbeeld de club van de 500 Fiat. Daarvoor heb ik de British Cars heb ik gezien. Toen we het terrein opkwamen. We hebben hier Cadillacs gezien. We gaan dat straks allemaal nog eens even bekijken. Maar ik vind het fantastisch dat jullie ze uit heel Nederland vandaan gekregen hebben, Martin. Ja, nou, een goed stuk reclame. We doen nog heel Nederland heen. Maar wij gaan dus even een rondleiding doen dus. Hier. En we laten de mooiste en de leukste dingen zullen we proberen te laten zien. Succes. Leuren. Bedankt. Hey meneer Keijer, we staan hier voor uw prachtige Rolls Royces. Nou, niet alleen Rolls Royces. Nou ja, het is een Cadillac en een Rolls Royce en daar nog een prachtig Oldsmobile. Ik vind het fantastisch. Ik ben ook garagehoudje. Maar ja, ik ben een arme garagehoudje, want ik kan die dure auto's denk ik niet betalen. Nou, hoe zit het eigenlijk met meneer Keijer? Nou, dat zit wel goed. Het is net hoe je het bekijkt. Ja, goed, ik maak er ook een beetje werk van. Maar het trouwgebeuren, daar heb ik me de laatste jaren in gespecialiseerd. Ja, ja. En dat gaat vrij goed. Ik heb nu sinds vorige week nog een tweede Rolls, een zilver cloud erbij gekocht. En die gaat ook weer in de witte kleur zoals deze hiernaast staat. Ja. En ik heb gewoon veel vragen. Ik boekte net nog weer een trouwpartij van volgend jaar september bijvoorbeeld. Ja, ja. Kijk, de mensen zijn op vandaag ook vrij vroeg. En willen ze ook willen ze wat, dan moeten ze op tijd bestellen. Nou, het is natuurlijk uniek om in zulke auto's te kunnen trouwen. Ik bedoel, en daar heb u dus pittig op ingehaakt. En ik bedoel, het is natuurlijk ook een dure hobby, denk ik zomaar. Maar kijk, ik denk dat het dan toch misschien nog wat opbrengt. Dat hoor je niet zo erg veel van oude auto's. Nou, kijk, het is zo. Ik hoop er. Ik heb een heel goed taxibedrijf ernaast staan. Dat je, dus, omdat je dus nou nog veel reclame voor kunt maken. En om dan dus deze auto's te kopen. Misschien dat het ooit nog eens een keer. Nou, ik ben nu trouwauto-specialist. Dat het nog eens een keer een belangrijk onderdeel ook van mijn bedrijf wordt. Ja. En dat is een Jensen. Ik sta hier bij de eigenaar, ik weet niet of het de eigenaar is, maar in elk geval, die wilde misschien wel wat over vertellen.
Ja, deze Jensen die is een Interceptor 3-serie. De enige SP die eruit gevoerd is. Met een extra grote motor erin, met een sixpack erop. Dat wil zeggen 6 carburateurs met 6 holies en 4 kleppen per cilinder. 7,2 liter. Hij haalt bij 4700 toeren 415 pk eruit. Het is een auto die is in opdracht gebouwd voor een filmbedrijf. Hij is gebruikt voor de film Roadrunner. Hij is gebruikt in de film You Only Live Twice als overstapwagen van James Bond. En voor de rest, ik kocht hem van een filmbedrijf helemaal verrot. Op het gras gestaan en met de deuren open en helemaal verroest. In januari ben ik eraan begonnen. En het resultaat is hier al, rond een nieuw plaatwerk. Hij zal wel een beetje benzine gebruiken, denk ik. Ja, ik denk 1 op 2. Maar dat is niet belangrijk, hè? Het is een fantastische auto. Gaat het ook niet om, nee. Het is niet belangrijk hoe veel gebruikt. Je gebruikt hem alleen op mooie dagen. Ja. We zijn nu weer op het eind gekomen van de Classic Car Show. Het was fantastisch wat we allemaal gezien hebben. Ik hoop dat we u ook een kleine indruk hebben kunnen geven van wat er allemaal op dit gebied te doen is. Als u er zelf geen gelegenheid voor gehad heeft om te komen kijken hier, is het misschien zinnig om volgend jaar, want ik denk dat het zeker herhaald wordt, dat u volgend jaar zelf ook een kijkje komt nemen hier. Het weer was goed en de belangstelling was ook goed. En ik denk dat het een hele geslaagde dag was vandaag.